Ik wilde vandaag heel graag komen omdat ik solidair wil zijn, sowieso. Solidair met iedereen die hier toch wel van gaat afzien van de beslissing van die grote subsidieslag. Weet je? Niet alleen maar die grote instellingen die 6% gaan moeten inleveren, wat dat ook al heel veel is, maar vooral gaat het natuurlijk over die 60% projectsubsidies. Dat gaat over onze toekomst, over de jongeren heel erg. En die zijn ook buiten aan het protesteren daarom, omdat ze zoiets hebben van waarom volgen wij die opleiding als we geen werkzekerheid hebben en als we geen steun krijgen van onze regering. Het is heel belangrijk voor een democratie om de cultuursector en de kunsten een warm hart toe te dragen. Dat is gewoon superbelangrijk, want je hebt mensen nodig die kritisch zijn. Je hebt mensen nodig die een stem hebben, letterlijk en figuurlijk, om iets te zeggen. En die dat op een andere manier doen dan dat het beleid dat doet. En daar mogen ze geen schrik van hebben. Van het moment dat ze daar schrik van krijgen, dan wordt het gevaarlijk. En daarom ben ik hier, omdat ik al die mensen wil steunen.